Oké, okay, even een uh, korte screencast van mijn uh, lasercarver. Die zie je hier in beeld. Met de webcam heb ik hem uh, gericht op de lasercarver en ik ga nu demonstreren hoe het uh, programma werkt. Nou, dit is uh, het programma dat je gebruikt om de lasercarver aan te sturen. En daar kun je gewoon plaatjes heen slepen. Nou, nu zie je hier een plaatje met grijstinten. En let op wat er gebeurt als ik dat erheen sleep. HuppyK, dat wordt vertaald naar zwart-wit. Uh, voor alle duidelijkheid, zo'n laserprinter kan natuurlijk geen uh, grijswaarde uh, printen of uh, graveren. Uh, hij doet het wel of hij doet het niet. Dus dingen zijn zwart of niet zwart. En dat wat zwart is, wordt gebrand. Nou, um, deze tekst is niet zo mooi, dat moet ik nog even wat aan doen. Dus ik pak een uh, ander plaatje. En dat is wel een hele leuke, dat is deze. Voor alle duidelijkheid: de plaatjes kunnen het beste een uh, afmeting hebben van 500 bij 500 pixels. En volgens mij wordt iedere pixel gebrand, zo moet je dat zien. En uh, op het uh, object wat je gaat branden: ik heb hier wat uh, MDF liggen. Daar zal Het vierkantje zal 3,7 bij 3,7 centimeter zijn. Dus stel je er niet te veel van voor. Het heet ook een mini-carver. Uh, het werkgebied is 3,7 bij 3,7 centimeter. Nou, ik heb het plaatje naar dit werkgebied gesleept. En ik klik nu op Send Image to Machine. En dan zie je hier wat er gebeurt. Hij wist het vorige plaatje. Hij stuurt het nieuwe plaatje. En je hoort hem nu even gaan draaien en bewegen. En hij zoekt het midden op van de plek waar het plaatje zal komen. Als je wil weten waar het plaatje precies op het hout of op het materiaal terechtkomt, dan kun je hier klikken Carving preview. En dan laat hij je zien welk gebied van het object hij gebruikt om te gaan branden. Nou, ik stuur hem nu weer naar het midden. Ik kan ook nog Stukjes omhoog of stukjes naar beneden of stukjes naar links of stukjes naar rechts. Je ziet het bewegen om ervoor te zorgen dat hij precies op de goede plek gepositioneerd is. Want je schijnt zelfs tekst te moeten kunnen branden op een cocktailprikker. Nou, dat heb ik nog niet uitgeprobeerd. Ik doe het eerst op NDF. Nou, als ik tevreden ben met de positie waar hij moet staan, dan klik ik gewoon op start. En dan zal hij gaan branden. Let op. Je ziet dat hij nog even het, het gebied bekijkt. Nou, je ziet de rook er al afkomen. Nu is er ook een lezerbril meegeleverd. Ik weet niet wat er gebeurt als ik die voor het lensje hou. Nou, niet zo heel veel. Dan zie je eigenlijk niks meer. Dus we moeten het hiermee doen. Maar oké, okay, zolang je zelf maar niet recht in het beeld kijkt, is er niks aan de hand. En uh, hij gaat nu dit uh, mooie hondje branden. Nou, ik zet hem even op pauze, want dit duurt wel even. En je moet je realiseren dat hoe meer zwart er in je plaatje zit, uh, hoe langer het zal duren voordat hij uh, klaar is natuurlijk. Goed, we zijn tien uh, minuutjes verder. Ja, echt waar, zo lang duurt dat. En uh, snoepje is bijna klaar. Je ziet uh, dat wat gebrand is, dat is uh, rood geworden in het scherm. En hij is bezig met de laatste regels, de laatste pixels. Is hij aan het branden? Uh, wat ik nog vermelden kan, is dat uh, zodra je uh, het plaatje naar de graveermachine hebt gestuurd, kun je in feite de verbinding met je computer verbreken en gewoon wat anders gaan doen. Um, het blijft in het geheugen van de. Van de carver zitten en je zou hem zelfs ergens anders neer kunnen zetten als je te veel lawaai vindt en dan uh, gaat hij gewoon uh, uit zichzelf printen. Uh, daarvoor moet je wel even een uh, contactje maken op het uh, printboard. Uh, een start-stoppen, dat is niet echt een knop, maar dat kun je er wel van maken. En daarmee zou je dat ding kunnen gebruiken om veel meer van dezelfde dingetjes te printen of te carven. Hè. Zoals een logo of uh, sleutelhangers of noem het maar op. Nou, um, papier brandt hij dwars doorheen, afhankelijk van uh, hoe je de kop instelt. Dat is dan wel iets uh, wat je... Even goed moeten uitproberen. Nou, nu is die klaar. Ik zal eens even kijken of ik Snoopy beter in beeld kan brengen. Ja, nou, dit is het geworden. Het ziet er echt heel leuk uit. En je kunt je voorstellen dat als je beukenhout gebruikt of ander hart hout, dat het resultaat nog mooier wordt. Nou, dit was een korte screencast over mijn mini miniatuur lasercarver. Ik vind het ontzettend leuk om mee te experimenteren. En ik denk dat op school dit ook een leuk instrumentje zou kunnen zijn. Om te laten zien wat er kan met twee bewegende motortjes. Want dat is in feite wat dit ding aan boord heeft. Nou, bedankt voor het kijken.